Zin in paniek, ouwe. Hij is heel erg zin in paniek. Oh, dit is wel heftig, dit, hè? In Geldrovers gaan we weddenschappen aan met de hele wereld. Laat ons uitdagen door vrienden, kijkers en YouTubers. Als we maar naar de boek komen. We gaan geld roven, jongen! Uitdaging van deze week, niemand minder dan Luca Gilliat en zijn billenmattie Nick Reuze. Zeg maar jongens, wat is de uitdaging? Goed, de uitdaging is heel simpel. Wie het langst een wildvreemde man of vrouw in de lift kan vasthouden, die wint. En om hoeveel zakgeld willen jullie spelen? En dan als jullie durven, 100 euro. 100 euro? Deal. Met de winst van vorige week staat de pot nu op 600 euro, dus 100 euro kan er prima vanaf. Een vrij zeker van de zaak. Ik ga wel als eerst. Ja, ik vind het goed, ouwe. Ik stap de lift in, neem een slokje water, komt in mijn luchtpijp. Ik ga stikken. De tactiek denk ik wel echt dat we dit kunnen winnen. Ik denk dat die 100 euro van ons is. Oké, juist. Niks aan de beurt. Voorspelling. Ik denk dat zij iets heel heftigs gaan doen. Ja. Terwijl ik wel denk, als je misschien wat subtieler doet, dat je wat langer de aandacht vast kan houden. Aan de andere kant, voor hetzelfde geld zit hij gewoon maar in 3 minuten neer. Dat is best wel lang volgens mij. Niks is wel zo acteer. Homootje hier nog wel zo goed in kan zijn. Oh nee, hij is aan het stikken. Hij is aan het stikken. Dat is de truc. Wat gebeurt hier? Oh, ze zijn aan het helpen. Ze zijn in paniek, ouwe. Hij is heel heftig aan het stikken. Oh, dit is wel heftig, dit, gast. Zo, dit is wel heel heftig. Dit is heel heftig. Oh, ik hoor het hier. Dit is heel heftig. Dus ik denk dat hij dood gaat, gast. Dit gaat te ver. Oeh, dit gaat heel ver. Jezus, dit gaat te ver. Hij is hulp aan het halen. Oké, één is eruit. Niet. Er gaat er nog eentje erin. Waarom niet zo heftig niet? Dit is zo pijnlijk. Hij gaat weer eentje omhoog. Hij gaat weer eentje omhoog. Ik kan je niet naar kijken, gast. Ik heb een pijn aan mijn ogen. Oh, fuck. Zat hij zwart. Oh. Maar hij doet het wel lang. Het gaat wel lang. Dit is wel echt heftig, ouwe. Oh, shit. Ik schrok me dood. Oh, ik weet niet hoor. Ik dronk gewoon... Shit, nu komen er nog meer mensen bij. Oh, nee toch. Ja, ik weet niet wat gebeurde, man. Sorry, ik schrok me daar ook dood. Het gaat wel lang. Maar al die mensen kijken ook. Of niet? Ik heb nu een sollicitatiegesprek hier verderop. Hij doet dit wel goed hoor. Het duurt lang man, want die gast met dat witte pet staat er gewoon nog steeds. Ik heb nog nooit een sollicitatiegesprek gehad. Maar ik ga heel even zitten. Nu moet eerst tot rust komen natuurlijk. Rustig gaan, we even zitten. Ja, Nick, kom op. Ga die lift uit man. Ga die lift uit, het duurt te lang. Nick. Ik kan ook bijna op die bedden liggen. Ah, je vindt nog? Nee, hoeft niet. Dank je. Trek dat je al de lift uit, Ruud. Trek hem eruit man, dan gooi je hem er doorheen. Hoe werkt überhaupt een sollicitatiegesprek? Kom even, ik ga het je wel vertellen. Ik ga jullie maar nog tippen. Ja? Oh, hij is eruit. Stop de tijd. Leek, lekker pik. Maar dit kunnen we nog wel bieden. Plaatsvervangende schaamte. Wat was dat ongemakkelijk om uit te kijken? Die ging ver. Oké, ik heb een plan. Ja, vooropgesteld wel. Maar dit plan moet mij gaan helpen om die 2 minuten 20 te verbreken. Je gaat ze dicht timmeren. Nee. Jij komt er niet meer uit, pik. Ik geloof in jou. 2 minuten 20. 2 minuten 20, je kan dit jongen. Jossa! 2 minuten 20, let's go! Gezellig. Waar moeten jullie heen? Naar 4. Oh nee, ja, dat kunnen ook wel naar 3 dan gaan. Heb ik alles? 1 seconde. Ik moet even kijken of... Ja, ik wil gewoon even kijken of... Ja, dit is tof. Oké, dit gaat lekker. Half minuut. Ze zijn al niet eens op een verdieping. Zo. We zitten nu ingesloten. Oh. Moest ik hier zijn? Nee. Dit is toch geen gezicht? Ik heb 2 volgens mij. Je zit er ook met een kindje. Ja, wat gebeurt mij hier nou? Ik zit hier vast in een lift. Ik ga een beetje om me heen kijken, volgens mij vindt het wel prima. Het ziet er niet uit alsof ze haast hebben. Lekker juist. Melk dit uit. Kom op, dit is super gênant. Hoe is die plank hierheen? Voor je derde. Oh, daar is de conclusie. Sorry, excuus hoor. Ik ben een beetje verstrooid vandaag. Ik voel de plaatsvervangende schaamte, voel ik gewoon dan hier. Ik zou heel goed de plank kunnen vasthouden. Even mijn veten strikken. Ja? Oké, we beginnen nu tegen de dingen aan de duwen. Dus meneer, sorry, maar we moeten hier uit. Zit gewoon hier vast. Ja, we zijn er nog niet.
Ja, ik hou hem ook. Oh shit, te laat. Oh, ze gaan weer naar beneden. Is het... Ze is gewoon te verlegen om er wat van te zeggen. Ze zit echt gewoon van, ja, kan ik hieruit? Maar u gaat shoppen vandaag? Ik ben klaar met shoppen. Oh, u moet er gewoon naar de... Is er een parkeerplaats boven? Ja. Oh, wist ik niet. Dus, nou, daar gaan we. Daar gaan we. Ja, tuurlijk. Ik doe mee opzij. Zo, daar gaan we. Kom, even stundelen nog. Even stundelen. Pak die laatste seconde. Zo. Zo, daar gaan we. Oh. Lekker, doorzetten. Oh, nu begint ze te duwen. Vast. Melk het even uit. En dan gaat ze helpen. Nee. Kom op. Zo, ja, nee, tuurlijk. Ik zou... Kom maar langs. Okay. En stop de tijd. Dit was wel gemakkelijk, man. Baas. Was mijn tijd. Ja. Ik wil het weten. 3 minuut 20. Dat is 1 minuut meer dan onze kinderster Nick Rozen. Fuck! 3 minuten 20! Ik had het echt niet verwacht. Als je maar boven 3 minuten 20 gaat. Ik moet gewoon, we moeten winnen. Ik kan echt niet verliezen van hier een gast, jongens. Grappig. Succes. Gaan we doen. We staan in Hoofddorp, in een winkelcentrum. We zijn weggestuurd bij de Villa Arena. We zijn nu bij een nieuwe lift en Luca stapt er nu net in. Mee, naar beneden? Ja, natuurlijk. Okay. Oh, zijn kinderwagen. Dat is de kinderwagen. Een heel klein lief, pasgeboren babytje. Of jullie een paar foto's van willen maken. Het is voor mijn Insta, zeg maar. Ik heb best wel veel volgers en dan moeten wel goede foto's zijn. Zou dit alsjeblieft een doen? Ze maken nu foto's van hem. Dat gaat nog best wel lekker. Oké, maak eens foto van hem. Nog een foto. Oh, hij is een fotoshoot aan het doen. Hij is aan het poseren en hij gaat weer omlaag. Kut, hij gaat goed, man. Hij gaat heel goed. Nog één foto dan. Nog eentje. Maak eentje, maar laat hem wel open. Wat werkt er? Ze hebben er wel lol in. Ja, ik ben niet lul. Kut. Twee dat minuten. Gaat over jouw tijd heen. 2 minuten. Maar u laat me lachen. Ik had toch niet serieus een foto nemen als u weer nog laat lachen. Oké, wacht. Ben je ready? Ja, maar als je alleen maar foto's aan het maken, wat de hel is dit? Oké, ik kan er op zich wel mee door. Dit duurt veel te lang. Dit duurt veel te lang. Oké, maar kut. Wilt u ook nog een hoge tukje? Nee, laat ons in. Ja? Oké. In het licht. Oh, hij is hier een truc aan het doen. Hij is aan het goochelen. En je mag alleen je duim en je vinger gebruiken. En je mag niet loslaten. En dan moet je zeg maar zo doen. Dat is hem, gewoon van kant wisselen, zonder hem te doen. Yeah. Ga die lift uit. Zeg, met alleen je duim en je wijzer moet je van kant wisselen. Bro, 3,5 minuten al. Dan kom op, één keer. Kun je het één keer doen? Als je hem één keer hebt, laat ik je... Ik zou één keer laten draaien. Ik ga echt over met de kant. Laat ze eruit, lul. Die ben gewoon een baby aan het parkeren. Wie zei? Wat is er gebeurd? Hoe zag je het? Wat zei jij? Stop de tijd. Luca, 4 minuten 48. Ik ben toch wel echt wel trots op mezelf. Want jij had 2 minuten 20. Ja. En jij hebt nu 4:48. Dat maakt samen 7 minuten en 8 seconden. Dat ik had 3:20. Aan de bak moet. Ja. Ik moet over 4 minuten heen. Oh, ja, maar, ja, wij gaan even overleggen, want wij moeten het echt wel gaan winnen. Nou, ik heb dus een hele leuke quiz gemaakt. De eerste persoon die in mijn lift staat, die maakt kans op €3000 shoptegoed. Heb ik gewoon allemaal stomme liftvragen. Weet je wat? Ik vind het helemaal prima. 4 minuten gaat worden voor jou. 4 minuten. Ik heb vertrouwen in je, man. Ik ook. En anders sta je 50 euro op mijn krijt. Komt goed. Ja! En ja, we hebben de winnaar! U bent de 100ste liftbezoeker. Oké, jongens, Martijn is in de lift. Met een baby en een vrouw. U maakt kans op €3000. U zit in een programma, u maakt kans op €3000. Oh. Wilt u meespelen? Nee, dat is oké. Sorry? Je maakt €3000 kunt u winnen. Dat is oké. Je wil niet €3000 winnen? Nee. Ben je het heel erg zeker? Ze wil weg. Nee. Ja. Nee, maar... 3000 euro. Nee. Martijn, wat doe je? Ja. Het is klaar. Ja, dat ging niet zo heel lekker, hè? Nee, jouw eindtijd doet er gewoon niet eens meer toe. Zij hebben gewoon echt keihard gewonnen. Dat is wel heel grappig. Gefeliciteerd, jongen. Ja, jij deed ook goed. Oh, Niers. Ja, dacht het niet. Oh. Maar, ja. Heel pijnlijk dit. Maar we kunnen het wel leiden. 100 euro. Alsjeblieft. Ja, denk jij nou thuis van, hey... ik ben ook net zo begonnen als deze twee. Dit kan ik ook gewoon in groot geld winnen. Meld je dan even aan. Schrijf even in de reacties wat je dan wil doen en hoeveel geld je wil spelen. En wie weet, dagen wij jou volgende week gewoon uit. Jullie kunnen ook nog even een shout-outje doen op jullie kanaal. Waar kunnen ze je volgen? Volg me op Instagram, Lucas. Dus tot volgende week. Staat in de omschrijving. Later. Later. Rustig.